Hoi allemaal. Welkom bij de vlog van de opleiding Ruimtelijke Vormgeving. We nemen jullie mee vandaag. Hoi Manuel. Hallo. Even wachten, ik ben met de 3D-printer bezig. Oh, mogen we even met je meekijken? Ja, ik heb coronasleutels geprint. Oh, wat zijn dat? Ja, die kan je zeg maar aan je sleutelhanger vastbinden. En dan kan je de deurklink openmaken van de deur zonder dat je hem aan hoeft te raken. Zullen we al eens even naar de werkplaats lopen? Ja, dat is een goed idee. Nou, dit is de werkplaats. Dus daar hebben we al die machines die we allemaal moeten gebruiken om decorstukken te bouwen, et cetera. Nou, dit was dus de werkplaats. We gaan nu even naar boven, kom je mee? Nou, we zijn dus hier op de factory. Dit is boven. Hier hebben we eigenlijk voornamelijk theorielokalen. En hier krijgen we les. We hebben dus 4 periodes. En iedere periode hebben we een project. En oh, daar is Daphne trouwens. Zij kan wel wat vertellen, denk ik, over onze les. Wat wil je over de les weten? Oh, iedere periode een project. Ja. Maar hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Ja, jij zit nu in het derde jaar, ja. Hè? En vanaf het eerste jaar heb je ook al gemerkt dat je 4 periodes hebt. Wij noemen dat hier modules. Je werkt dan eigenlijk aan 1 opdracht, hè? En die ene opdracht, dat is helemaal opgebouwd met samenwerken, individueel. En waar eigenlijk alle vakken die je krijgt, die werken samen aan die ene opdracht. Waarbij je dus 1 opdracht helemaal gaat realiseren. En je gaat dan ook samenwerken met andere opleidingen, met je medestudenten uit je klas, met andere klassen van de opleiding. En ja, zo krijg je eigenlijk een heel breed pakket en leer je ook interdisciplinair en multidisciplinair samen. Je begint eigenlijk eerst ook ga je meer klein werken. Dus je leert ook meer kleurenkennis, stijlkennis, kunstgeschiedenis. Je krijgt natuurlijk ook gewoon Engels, Nederlands, wiskunde en marketing. En nou hoop ik dus niet allemaal vakken vergeten te zijn, maar we bieden wel gewoon een breed pakket aan. Ja. Van creatief, technisch tot de AVO-vakken. Dan vervolgens heb je dus elke periode een project, waarbij je eigenlijk elke keer begint met de kick-off. Dus de kick-off van de opdracht. En je eindigt dan weer met een eindpresentatie die eigenlijk heel groots gepresenteerd kan worden. Nou ja, een mooi voorbeeld van een project is bijvoorbeeld Wintercircus. Hè? Die heb je ook vorig jaar zelf gedraaid. Dat is een opdracht waarbij je een interactief kunstwerk gaat realiseren samen met verschillende opleidingen. Ja, en dit jaar werken we ook echt met echt het bedrijfsleven. We hebben dus nu ook echt een opdracht gegeven. Welke vakken heb je het toen gehad? Ja, we werkten voornamelijk aan vakken als 4D. Vakken voornamelijk om een interactie vorm te geven. En we hadden ook vakken als materialenkennis. Om eigenlijk dus goed te leren hoe je iets neerzet, maar ook veilig neerzet. Ja, ook aan de brand veilig aan met precies. Zorgen dat alles hufteproof staat, dus dat er niet zomaar dingen kapot kunnen gaan. Ja, dat zijn wel echt belangrijke onderdelen. Je hebt inderdaad een stukje technisch gehad, een stukje vormgeven ook natuurlijk, hè, ruimtelijk vormgeven. Ja. Dus kleurenkennis, stijlkennis, dat hele proces eigenlijk van concept, ontwerp tot realisatie heb je toen op dat moment doorlopen ook. Ja. En dan ook nog met allemaal medestudenten. Ja. Zullen we verder met de rondleiding? Oh wacht, Esmee, wil jij het anders even overnemen? Ja, kom maar mee. Nou, dit zijn dus de flexwerkplekken. Hier werken we voornamelijk heel veel zelfstandig, maar ook aan projecten en opdrachten. En we doen nu ook heel veel samenwerkingswerk. Ja, en hier kan je dus eigenlijk gewoon ook veel in je vrije tijd zitten. En docenten lopen hier rond voor begeleiding. Maar je bent voornamelijk eigenlijk gewoon zelf bezig aan je eigen werk. En nu gaan we even naar de fotostudio. Kom je mee? Nou, dit is dus de fotostudio. Hier maken we vooral heel veel eigen beelden voor in je werk. En ook productfotografie en soms ook mensbeelden. Dat is eigenlijk heel belangrijk bij de opleiding. Zodat je eigenlijk goed je eigen beeld in beeld kan brengen. Selfie! Nou, we willen de RV's sowieso een mooi portfolio meegeven als ze van deze opleiding afkomen. Het is heel belangrijk dat ze hun eigen werk goed kunnen fotograferen. Plus het draagt bij aan de kennis die ze krijgen over beeld. Dit is werk van studenten. Ja, en zo kun je dus ook weer zien dat het heel belangrijk is voor onze opleiding om een verhaal te vertellen met je ontwerp. Ik ben Finn, ik zit in ruimtelijke vormgeving jaar 1.
Hallo, ik ben Jade. Ik ben de eerstejaars van de ruimtelijke vormgeving. Ik zit nu in de tweede periode van de Media College. We hebben verschillende vakken. We hebben bijvoorbeeld visualisatie, waar we nu heel veel bezig zijn met 3D. En wat vonden jullie het leukste aan dit project? Dat we de kunstboek zelf mochten maken. Omdat ik vind het vooral leuk om met mijn handen te werken. Ik ben Rosa. Ik zit in het eerste jaar van ruimtelijke vormgeving aan het Media College. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik op mijn eigen middelbare school nooit echt zo creatief kon zijn. Dus ik dacht, ja, bij het Media College heb ik echt gewoon de kans om mijn eigen vrijheid te hebben. En de kans om dingen te ontwikkelen die ik wil gaan leren later. Hoi, ik ben Tess. Ik ben 17 jaar en ik zit op ruimtelijke vormgeving. Hoi, ik ben Jaren. Ik ben 18 jaar en ik zit ook in mijn eerste jaar en ik doe de opleiding ruimtelijke vormgeving. Ik vind de opleiding heel leuk. Gezellige klas, gezellige leraren. Het is niet heel erg een schoolsfeer, vind ik. Het is meer gewoon leuk. Ik doe eigenlijk dingen die ik in mijn vrije tijd ook deed. Zeg maar, van overstap van de middelbare school naar hier is best wel groot, maar ik vind het wel veel leuker hier. Want de middelbare school is allemaal best wel streng en je zit in de boeken en je... heb gewoon les. Je bent alleen maar aan het leren. En hier heb je best wel veel vrijheid. En hoe zou je de mensen hier op school omschrijven? Wat vind je daar zo fijn aan? Divers. Er zijn zoveel verschillende mensen hier op school, zeg maar. Niemand wordt gejudged. Nee, en iedereen wordt ook gewoon geaccepteerd. Ja, ik woon een uurtje van de school vandaan. Dus ik kom gewoon met de bus. En dan ga ik daarna met de trein naar Sloterdijk, naar het station. En dat is best wel goed te doen gewoon. Vooral omdat hier een station zit, dus eigenlijk van elke richting kun je hier wel komen. Hoi, ik ben Judith Teensma. Ik geef les op het gebied van marketing en ondernemersvaardigheden. Hallo, ik ben André van Aarde en docent bij ruimtelijk vormgeven. Maar ik hou me vooral bezig ook met de beroepspraktijkvorming. Hoe gedraag je je inderdaad als een professional in het vakgebied? Ja, beste kijkers, 2 keer 5 maanden loop je stage om inderdaad je beroepspraktijkervaring op te doen en je echt als een professional te gaan ontwikkelen. En waarvoor is stage zo belangrijk? Het is eigenlijk alles wat je hebt op school geleerd, breng je in de praktijk, in het echi. En bij wat voor bedrijf zou je dan dus stage kunnen lopen eventueel? Dat zijn heel verschillende bedrijven. Bij ontwerpers, bij tentoonstellingsbouw, ontwerpbureaus. PR-bureaus. Events, PR-bureaus. Heel divers. Maar ook in de filmwereld, ook als setdresser of art director. Ja, en ik zou zeggen, als echt maken wat voor jou is, als je het leuk vindt om... ideeën te bedenken en die tot een ontwerp te maken en die te realiseren tot iets tastbaars in 3D, dan zou deze opleiding misschien wel geschikt zijn voor jou. Nou, dit was de opleiding RV in het kort. En we hopen jou natuurlijk heel graag volgend jaar hier te zien. Doei!